als PLC-engineer bij BOA ben je verantwoordelijk voor de software van de machine in de breedste zin. Dus niet alleen de PLC-besturing, maar ook alles wat er aan eventuele andere apparaten in zit waar software aan te pas komt. Daarna, als je dat allemaal geprogrammeerd hebt, ben je ook verantwoordelijk voor de test in de fabriek. En 9 van de 10 keer ga je daarna ook mee met de machine om bij de klant de inbedrijfname te doen. Ja, PLC-programmeur is een hele afwisselende functie. Je gaat eigenlijk het hele traject van de machine mee. In eerste instantie, als de machine nog in aanbouw is, ben jij bezig met het programmeren van alle software die in de machine noodzakelijk is. Daarna doe je in de fabriek de afnametesten. Soms komt de klant daarbij om de test te zien, te begeleiden. En daarna ga je over het algemeen mee, dus om de machine in bedrijf te nemen. Dus er is zeer veel afwisseling in deze functie. Vanuit service, maar dat gaat meestal om het programmeren van een nieuwe CPU of een HMI-scherm, dat soort zaken. Die komen dan wel bij mij langs, maar ik programmeer ze en geef ze door aan het magazijn en dan wordt dat verder afgehandeld. En in de wat ingewikkeldere gevallen moet ik dan ook naar site en ga ik daar het component of CPU, wat het is, installeren en zorgen dat alles weer op de rails komt, weer eruit. Ja, ik vind het leuk wat ik doe. Dat komt met name omdat ik eigenlijk de dingen kan doen die ik graag aan het doen ben. En dat betekent tot in detail uitzoeken hoe dingen werken. Ik heb de vrijheid om dingen naar mijn inzicht eventueel te gaan wijzigen of aan te passen en te proberen of ik verbeteringen aan kan brengen. En dat is voor mij de grote uitdaging wat ik leuk vind om te doen. Ik ben erg tevreden over over mijn functie binnen BOA. Ook de mogelijkheden tot extra leren, trainingen volgen, cursussen doen. De lijnen zijn allemaal kort. Als ik met problemen zit, zowel werkgerelateerd als privé, kan ik heel gemakkelijk bij de directeur terecht. Bovendien staan ze heel erg open voor allerlei verbeteringen, aanpassingen. Die vinden het wel natuurlijk een mooi moment dat de machine de fabriek verlaat. Dat uiteindelijke moment is natuurlijk als die bij de klant draait en de klant is ook echt tevreden. Die zegt ook van, ik heb gekocht wat ik wilde en het doet ook wat ik wilde. Dan ben ik wel content.